We zien hier de voetbalkantine met het doorkijk naar de handbalkantine. En ja, dit was eigenlijk het samenzijn waar we zaten met z'n allen. Waar we napraten over de wedstrijd. En ja, verzamelden voor de wedstrijd, even een kopje koffie deden. En eigenlijk is er niks meer van over. Alles is verwoest. De brand ontstond donderdagochtend rond 5 uur. Het werd al snel duidelijk dat er weinig over zou blijven van de kantine. Ja, we werden gisterochtend eigenlijk wakker geappt eigenlijk. En ja, je ziet foto's dat de kantine in brand staat. Nou, dat is dan toch wel even schrikken. Ja. Nou, dan heb je de foto's door naar vrienden en teamgenoten. Ja, en dan is het allemaal dezelfde reactie, wat verschrikkelijk, wat erg. Ja, dan ga je gelijk denken, wat kunnen we doen? Nou, en toen gingen we denken en overleggen en doorgaan. En toen kwam er een doneeractie op gang. Voor veel Wervershovers is de afgebrande kantine een groot verlies. De jongens kregen de afgelopen 24 uur dan ook al een hoop donaties binnen. We begonnen gisterochtend eigenlijk om 9:30. En twijfelde eerst of we dat zouden doen, ja of nee. Nou, toen toch maar gedaan. En ja, binnen no time hadden we 4000 euro. En voor mij zit er nu op bijna 7500 euro. Dus dat is een leuk begin. En wat we ermee gaan doen eigenlijk, ja, geen idee. Ik heb het gewoon geschonken aan de voetbalvereniging. Dus dat rekennummer gaat heen. Maar het is natuurlijk van de voetbal en de handbal samen. En dan hoop ik dat ze dat gewoon ja, goed gaan besteden.